vrijdag 12 november 2021. Tijd voor de tweede historische herberg van het 13e seizoen. Dat 12e seizoen, daar zijn we heel makkelijk doorheen gekomen. Dat was maar één historische huiskamer. Nu zijn we er weer echt. Of Rutte vanavond laat weten of er nog een derde herberg dit seizoen komt, dat moet ik even afwachten. In ieder geval allemaal van harte welkom. Heel leuk en heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Sjaak Boom. Ik ben vandaag waard van dienst en leid jullie veilig als altijd door deze herberg. Veilig. Wat betreft de coronamaatregelen, nou jullie zijn allemaal natuurlijk gescand, hè? Dus we hebben nu nog het 3G-beleid, geloof ik, hè? Dat gaat naar 2, toch? Maar het is nu van, je bent geprikt, getest en of genezen ervan, ja. Goed. En het is fijn als je een mondkapje bij je hebt en je begeeft je door deze herberg, dat je dat mondkapje dan gebruikt. Maar zit je op je plek en zit je een beetje rustig, dan mag het mondkapje af. We zijn hier te gast bij A Beautiful Mess. En ik heb hem maar eens even Google Translate, om te kijken wat dat nou precies betekent. Ja, en je komt dan tot een prachtige rommel. En rommel mag dan ook nog troep zijn. Dus helemaal begrijpen doe ik de naam niet. Maar het komt van een film. De Marx Brothers. Okay. En een liedje van de Marx Brothers. Het is uit de jaren 30. Oké. Nou, kijk. Dus het is een historische titel eigenlijk. Nou, dankjewel daarvoor. Kun je het ook zingen? Nou. Oké. Je mag oefenen. Volgende herberg dan zing jij het voor ons. Voor wie het nog niet weet, zij hebben de catering in deze ruimte overgenomen. En wat is A Beautiful Mess? Nou, het is een organisatie die via leerwerktrajecten mensen met een vluchtelingenachtergrond een veilige plek richting economische en sociale zelfstandigheid biedt. Nou, hè? Het is maar dat je het weet. Maar misschien denk je bij jezelf, nou leuk dat je het vertelt, maar ik hoor liever wat er op het menu staat. Nu heb ik Milad bereid gevonden om dat voor ons te komen vertellen. Want zo mooi als hij het zegt, kan ik het nooit. Wat staat er op het menu allemaal? We hebben drie soorten broodje. Eentje is falafel. En healthy bastard. Is het aubergine met tomatensaus en yoghurt. En de andere is het shawarma met oesterzwam en Nou, ik vind het knap. Heb je ook soep? Ja. We hebben linzensoep. Ja, linzensoep. Ja. En Milad, nu je toch naast me staat. Het zijn allemaal vluchtelingen die hier werken. Ja. Dus jij bent een vluchteling. Ja. En waar ben jij vandaan komen vluchten dan? Ik kom uit Iran. Ik ben al 6 jaar in Nederland. Ik heb begonnen met werk in de mondmaskerfabriek. En heb ik begonnen in Beautiful Mess vanaf 10 dagen geleden. Ja, 10 dagen geleden. Ja, dus je bent nog nieuw bij Beautiful Mess. Bijna, ja. Ja, en je weet nu al wat er op het... Nou, je kunt nu al zo vertellen wat er op het menu staat. Ik zou het niet kunnen herhalen. Dank je. Ja? Mondmaskerfabriek en Beautiful Mess is het onderdeel van Refugee Company. En ik werk voor sowieso Refugee Company. Allebei. Nou, dankjewel. Dan is het hoog tijd voor onze eerste presentatie. En daarvoor is Jeannette Eigenraam uitgenodigd. En zij is ook bereid gevonden om ons wat te komen vertellen. En zij, haar verhaal gaat over het gouden verhaal van introdans. Introdans bestaat, zoals jullie allemaal natuurlijk weten, 50 jaar. Ooit in 1971 is het begonnen en het is nu 2021 en rekenen kunnen we allemaal. Jeannette, ik zag op internet dat jij hoofdcommunicatie bent. Maar er stond ook een vacature op internet. Hoe zit dat? Goed onderzoek gedaan.
En dan gaat een van de medewerkers op de afdeling met een blijde zwangerschapsverlof. Dus we hebben een vacature. Ja, en de sluitingsdatum is vandaag. Dus als iemand nog het heel erg leuk vindt om ons team te versterken. Nou, dan zal ik je even vertellen welke eisen je moet voldoen. Je moet een inspirerende, doortastende professional met een open houding en een klantgerichte werkwijze zijn. Je hebt zo'n 5 jaar ervaring, staat niet bij waarin. En je bent een echte teamplayer en een kei in online. Nou, hè? Hier zitten ze, de kandidaten. Wat dacht je dan toen je dat las? Ik dacht van, nou, als jij dat allemaal in jouw mars hebt, dan heb ik al bijvoorbeeld heel veel respect voor je. Dat is wat ik dacht. Ja. Ga je het ons vertellen? Ik ga het best doen. Oké. Deze heb ik zeker nodig, want ik heb niet zo'n hele harde stem. Ontzettend leuk dat ik hier mag zijn vanavond. En ik denk dat het ook heel bijzonder voor u allemaal is om zo met elkaar hier te zijn. En dat is toch niet gewoon geweest de afgelopen tijd. En nog dichterbij, zie je, daar gaat hij al heel goed. Moet ik zelf op een knopje drukken? Oh, ja, daar is hij al. Kijk eens. Ja, heel goed. Ja, je zei dat zo vanzelfsprekend, alsof u allemaal weet dat wij 50 jaar bestaan bij Introdans. Is dat zo? Ja. Ja. Is er ook wel iemand die hier eigenlijk zegt Introdans? Wat zou het zijn? Toch een beetje, ja. Zijn er wel eens mensen nog nooit bij Introdans geweest dan? Dan gaan er nu wel een paar vingers omhoog, denk ik. Ja, niet. U niet. Nee, u ook niet. Nee, gelukkig. Dan hebben we nog altijd werk te doen. Want het is onze missie om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor danskunst. En dat doen we al 50 jaar. Hier vanuit Arnhem. Dank dus dat ik hier mag zijn. Ik zet even mijn bril erbij op. Ik heb een paar aantekeningen bij me. Zo. Ik heb 15 minuten en we bestaan 50 jaar. Dus dat wordt wel een uitdaging. Dus ik dacht, ik doe het in een vogelvlucht. We hebben een boek uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van Introdans. Dat heb ik gepakt als kapstok. En we hebben dit boek hebben we opgedeeld in 5 decennia. Dus elke keer een blokje van 10. En dat gebruik ik als kapstok voor mijn verhaal. Ja, daar ziet u op dat plaatje. Dat is een van de allereerste foto's die er van Introdans bestaat. Dat is het balkonnetje in Zippendaal. Je kent het vast. In het midden zit u daar Ton Wiggers, helemaal links Hans Fokking. En dat zijn de twee initiatiefnemers van de oprichting van de Introdans in 1971. En toen heette het nog Studio LP. En waarom? Omdat het hier allemaal begon, hier bovenaan. Als je de straat oversteekt, Verlauwijk van Papstraat nummer 6. Daar heeft Ton Wiggers samen met Hans Fokking Studio LP ingericht. En daar werden de balletlessen gegeven. Het was eigenlijk een balletschool. Daarmee werd de kost verdiend. En van daaruit zijn ze begonnen met het geven van voorstellingen. Ton Wiggers ziet u daar linksonder in het hoekje met een clubje kinderen. Hij studeerde hier aan de Arnhemse Dansacademie. En al heel snel had hij in de gaten dat eigenlijk zijn liefde erg lag bij het docentschap. Dus hij heeft zich van meet af aan heel erg gericht op het overdragen van de danskunst aan anderen. Daar komt deze missie dan ook vandaan. Dansen in de breedste zin van het woord onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek brengen. En dat is wat we al 50 jaar doen. Het is best bijzonder dat een bedrijf opgericht wordt en dat dan 50 jaar later nog steeds gezegd kan worden, dit doen we nog steeds, dit is ons hart, dit is ons ziel. En het gaat over kinderen, maar het gaat over alle mensen. Waarom nu Arnhem? Dat is nog wel een verhaal aan zich. Waarom zijn ze nou hier begonnen in 1971? Nou, hier was niks. Je had het Nationale Ballet in Amsterdam. En je had het Nederlands Danstheater in Den Haag. En hier in Oost-Nederland was gewoon een groot gapend gat op in elk geval dansgebied. Maar eigenlijk op cultureel gebied in bredere zin ook wel. Toneelgroep Theater was er wel en het Gelders Orkest. Maar verder was er niet zoveel. Dus het was een hele bewuste keuze. Maar het was ook eigenlijk wel een beetje een grapje. Want iedereen zei, dat gaat toch niet lukken hier in deze regio, zo'n dansgezelschap. Dat wordt niks. Nou, Ton Wiggers en Hans Fokking zeiden, dat gaan we dus mooi proberen. En we zijn er nog steeds. Maar die wil ik niet.
Oké. Ik ben er eentje kwijt. Er zat nog één diaatje tussen. De eerste periode, 1971-1981. Die eerste 10 jaar die richtten zich echt voornamelijk op scholen, op educatie, op kinderen, op jongeren. Dat was in het begin heel erg de core business. Al het repertoire werd door de initiatiefnemers zelf gemaakt. Alles deden ze ook zelf. Het was een collectief, 1971. De meesten van u kunnen zich denk ik heel goed die tijd herinneren. Dat was een tijd waarin heel veel mogelijk was. Zo net na de hippietijd. Je mocht zijn wie je bent. Express yourself, zeggen we dan nu tegenwoordig. Maar ja, het was ook een tijd van doen en van aanpakken. En van plezier en gewoon kijken waar je maar uit kan komen. Dat deed je ook met elkaar. Dus het was collectief. Dat is pas later is dat pas veranderd. Ze deden alles zelf. Er was ook geen salaris. Er was ook geen subsidie. De kost werd verdiend met lessen geven in de balletschool. Dus alles wat Introdans deed, wat toen nog Studio LP heette, dat ging eigenlijk op basis van enthousiasme. En dat heeft best wel een lange tijd geduurd. Eigenlijk tot het einde van die eerste periode. In 1977 is het een stichting geworden in plaats van een collectief. Mensen waren in die late jaren 70 eigenlijk continu overwerkt. En in 1979 hadden ze er genoeg van. En toen hebben ze gezegd, we stoppen ermee. En hebben ons ontslag ingediend bij de stichting. En toen zei gemeente Arnhem, oh, maar dat is wel heel jammer als dit nu opeens allemaal gaat verdwijnen na 10 jaar. En toen kwam er geld. 300.000 gulden per jaar. En daar kon de stichting mee vooruit. Ja. En wat er toen ook gebeurde, is ook nog wel leuk om te weten, die verhuizing van de Verlaming van Papstraat heeft toen plaatsgevonden in 1979 naar de Schilderstraat op Preeskhaaf. Want ze waren ondertussen hier uit de Burgemeesterwijk echt wel uit hun jasje gegroeid. En toen kwam er een echt pand voor het bedrijf aan de Schilderstraat. En vanaf dat moment is eigenlijk die machine goed gaan draaien. Dan komt er geld, dan kan je professionaliseren, kun je mensen salaris geven, kun je gaan kiezen voor kwaliteit, voor artistiek talent wat je gaat verbinden aan je groep. En toen ging het allemaal een beetje gebeuren. Dus het tweede decennium, 1981-1991, waar je al een tijdje tegenaan staat te kijken, toen kwamen er gastchoreografen. Bijvoorbeeld Niels Christen. Bijvoorbeeld Ed Wubbe, misschien heeft u wel eens van hen gehoord. Zijn Nederlandse choreografen die heel muzikaal werkten en die het repertoire enorm verrijkt hebben bij Introdans. Is toen ook voor het eerst een co-productie gemaakt hier in de stad. Ik ben heel vaak door mensen daaraan herinnerd. Dus ik was ook heel benieuwd, misschien zijn hier ook wel mensen die zich dat herinneren. En die productie heette Aziza Bodura en de mooie danseres van Jedo. Ik zie u al knikken. En het was de allereerste co-productie van Introdans samen met het Gelders Orkest. En met toen nog toneelgroep Theater, wat tegenwoordig dan toneelgroep Oostpol is. Ik zie een paar mensen echt zo knikken. Ja, veel mensen hebben daar hele mooie herinneringen aan. In 1984 gebeurde er nog iets bijzonders. Toen kreeg Introdans de prijs van de theaterkritiek in Nederland. En dat was ook echt een eerste moment dat ze erkenning plaatsvond. Inmiddels staan er wel 42 onderscheidingen en prijzen in de prijskast. Maar dat was de allereerste superbelangrijk moment, ook voor het zelfvertrouwen van de mensen in de groep. Het was een tijd van avontuurlijk repertoire, van hele bijzondere producties, ook zomerproducties, spectaculaire dingen als The Dream King. Ik noemde net die Aziza Bodura, maar ook Carmina Burana, choreografie van Ed Wubbe. Ik zie al echt hier en daar mensen knikken. Het zijn dingen die echt wel in ons collectief geheugen aanwezig zijn. Mooie, spectaculaire producties, heel toegankelijk. Ja, hè? In 84-85 gingen we weer verhuizen. Toen verhuizen we van de Schilderstraat naar de Vijfzinnenstraat, waar we nog altijd gehuisvest zijn. Op de plek waar de Pink Panther, een discotheek, een spectaculaire discotheek geweest in de jaren. Ik heb het zelf helemaal niet zo meegemaakt, ik was nog te jong, maar het schijnen mooie jaren te zijn geweest daar. Daar mochten wij in dat pand. Onlangs hebben we ook weer een voorstelling gemaakt om te beginnen met het jubileumseizoen, om die Pink Panther tijd een beetje te laten herleven. Een schitterende discoproductie op die plek gemaakt. Wat gebeurde er nog meer? 1989, toen is Introdans educatief opgericht. Want die theatertaken
die educatieve taken en al die theatervoorstellingen die het gezelschap deed, die gingen een beetje door elkaar heen lopen en dat trok het ensemble niet meer zo goed. Overdag met kinderen werken, 's avonds in de Schouwburg optreden, van Groningen tot Maastricht, dat was niet meer goed bol te werken door dezelfde mensen. Dus dat is opgesplitst. Dan zie je een stukje professionalisering ontstaan. Toen hadden we 2 gezelschappen. En de een ging zich helemaal richten op het educatieve werk. En de ander ging zich professionaliseren en steeds verder specialiseren in ballet op heel hoog niveau. Volgende decennium, jullie zien hier Hans Fokking en Ton Wiggers een aantal jaren later dan het eerste plaatje. Dit decennium kenmerkt zich eigenlijk heel erg door internationalisering. Interdance was goed geworteld in Nederland, was gevestigd en kon zijn vleugels uitslaan. Er kwamen steeds meer choreografen uit het buitenland. We werkten met mensen uit heel Europa. We kregen steeds meer dansers in het ensemble die ook uit de hele wereld kwamen. Maar we gingen ook steeds meer de wereld in op tournee. In die jaren zijn vele, vele landen bezocht. En in de eerste periode, in de jaren 90, lag het accent erg op de herkomstgebieden en de oude koloniën. Dat was beleid van de Rijksoverheid. Zijn we heel veel geweest. In Marokko, Indonesië, Suriname, de Antillen. In latere periodes is dat beleid weer losgelaten. Zijn we ook een heleboel andere plekken geweest. Maar daar begon het eigenlijk een beetje mee. Het publiek groeide ook enorm. Er kwamen ook allemaal erkenningen. Bij het zilveren bestaan, dus dat is 25 jaar geleden, 1996... Toen werden de heren onderscheiden met een ridderorde. Daar is dit plaatje van. Het prijkt hier mooi op de revers. Een heel belangrijk moment om zo'n koninklijke onderscheiding opgespeld te krijgen. Maar de dames die jullie op de vorige slide zagen, dit zijn Hilde Machtelings en Mirjam Diedrich. Ook voor heel veel Arnhemmers hele bekende mensen. Hilde woont hier nog altijd, ook in de wijk. Ze dansen hier de dood en het meisje. En die beëindigden ook hun carrière in die periode en kregen een Arnhems meisje uitgereikt. Ja. In 2001 besluit Hans Fokking ook om te stoppen met zijn werk voor introdans. Die ging wat anders doen. En van hem werd afscheid genomen met uitreiking van een gouden erepenning van de provincie Gelderland. En zilveren stadspenning van de stad Arnhem. Vanaf dat moment zijn Ton Wiggers en Roel Voorinthold directie van Introdans. Roel heb ik nog niet eerder genoemd. Hij is degene die in 1989 Introdans educatief ging opzetten. En met heel veel toewijding en passie tot op de dag van vandaag artistiek directeur van het gezelschap. Dus die inmiddels is die artistiek directeur en nog altijd het gezelschap leidt. 2001, 2011, dus het volgende decennium, erkenning vanuit de Rijksoverheid, vanuit alle mogelijke lagen van stakeholders die je als gezelschap nou eenmaal nodig hebt om te kunnen bestaan, om te kunnen doen waar je goed in bent. Continuïteit, kwam meer geld. Het einde van die periode, 2011, werd ook de basisinfrastructuur in Nederland opgericht. Dus de Rijksinfrastructuur, waarin de allerbeste kunstproducenten opgenomen zijn en waarmee je dan voor 4 jaar geld krijgt, zodat je ook continuïteit in je bedrijfsvoering kan laten plaatsvinden. Daar zaten we aan het einde van deze periode ook in. U ziet hier een plaatje van jong geleerd, oud gedaan. Een van de vele projecten die we in deze jaren zijn opgestart en die we ook nog altijd allemaal doen met allerlei mensen in de maatschappij die misschien wel niet zo vanzelfsprekend op een podium komen te staan. En die nodigen we uit onder een noemer van een ontmoeting. Adriaan Lutijn is degene, de choreograaf, die daar een hele mooie vorm en inhoud aan geeft. En want hij gelooft heel erg al in, als je bij elkaar in de keuken kijkt, dat je elkaar kunt verrijken. En dat is wat we daarmee doen. Dus dit is daar een voorbeeld van. Ja, ik heb al iets verteld over Rijksgelder. We kregen in deze periode ook een beschermvrouw, een koninklijke beschermvrouw in 2003. Prinses Margriet is heel erg nauw betrokken bij ons gezelschap. En we zijn daar heel blij mee, want soms brengt het je ook net even iets verder als je zo'n beschermvrouw hebt. De liefde is wederzijds. We hebben heel veel tournees gedaan in deze periode en dat waren wat andere soorten tournees. Koningin Beatrix hadden we toen nog en die nam ons geregeld mee op staatsbezoek.
Dus we zijn geweest in Argentinië. Het was een heel bijzonder moment, omdat Maxima toen ook voor het eerst eigenlijk meeging op staatsbezoek. En dat natuurlijk haar thuisland is. En Introdans mocht daarbij zijn om het de tegenprestatie, de contraprestatie noemden ze dat in die tijd, culturele prestatie te verzorgen. Maar we zijn ook meegewezen naar Marokko en naar Letland. We hebben vele mooie tournees gehad. Super rijke periode. Dat denk ik, als ik dan hieraan denk, dan denk ik van, oh, waarom zitten we dan nu soms zo opgesloten? Al is het zo dat het gezelschap nu vandaag in Rusland is. En wij treden nu op dit moment ongeveer, want het is daar 2 uur later op, in Sint-Petersburg. En dat voelt toch ook wel een beetje als een escape tussen al die lockdowns door. Ze zijn er maar mooi even tussenuit om daar heel veel mensen blij te maken in een schitterend theater. Ja. Nou, het laatste decennium. En dan komen we zo meteen aan bij de dag van vandaag. 2011, 2021. Ja, het was eigenlijk een hele roerige tijd. Een niet zo mooi decennium in heel veel opzichten als het decennium ervoor. Financieel werd het heel zwaar. We hebben de periode Halbe Zijlstra en alle gevolgen van die bezuinigingen. En ja, wat er toch allemaal veranderd is sindsdien. Het wordt nu eigenlijk langzamerhand pas een beetje zichtbaar. Bijvoorbeeld ook bij de muziek. We hebben een internationale focus heel erg gelegd op Londen, op New York en op Sint-Petersburg. En niet meer de hele wereld, want konden we gewoon niet meer betalen. Er was ook geen geld meer voor in deze periode. Het was ook persoonlijk een zware tijd. Roel, onze artistiek directeur, die kreeg in 2013 een hersenbloeding. En is heel erg uit de running geweest. En die heeft zich in die periode ook weer teruggeknokt. En hij staat er weer. En hij doet zijn werk weer als altijd. Dat is heel knap, ja. En dat getuigt ook elke keer weer van zo'n doorzettingsvermogen. En dat is ook wel een kenmerk wat heel erg bij de balletwereld hoort. Dat doorzetten en nooit opgeven. En dat zagen we daar ook heel erg in terug. Maar het was voor iedereen een zware tijd. Ton Wiggers heeft toen de directie in zijn eentje gedaan. En het hele team heeft daar omheen gestaan. En ze zijn er met elkaar doorheen gekomen. In deze periode bereiken we wel zo'n 85.000 tot 100.000 mensen per jaar. Van mensen die naar voorstellingen komen kijken, overal in het land en ook dus in het buitenland. En zo'n 20.000 deelnemers aan projecten. Respectabele cijfers, lijkt mij. Toen kwam aan het einde van die tijd ook de coronaperiode natuurlijk aan. We zijn toen na een poosje even te neergeslagen zijn geweest, hebben we bedacht, wat gaan we doen? Zijn we naar de Eusebius gegaan hier in de stad en zijn we daar een voorstelling gaan maken. Misschien hebben sommige mensen van u het wel gezien, voorstelling. Je mocht lopen door de kerk heen. Dat is een totaal andere setting dan dat je normaal in de Schouwburg hebt. Dus we zijn heel erg gaan kijken, wat kunnen we wel doen? En hoe kunnen we het mogelijk maken? Met 100 mensen per voorstelling zijn en het is echt een schitterend productie geworden. Een mooie herinnering. Ja, en dan zijn we inmiddels ook aangeland bij het huidige seizoen. Een heel feestelijk jubileumseizoen. We bestaan 50 jaar. En daar hebben we een programmering bij bedacht. Die heel erg terugkijkt naar alle hoogtepunten die we de afgelopen jaren hebben gehad. En die ook vooruitblikt naar nieuwe artistieke ontwikkelingen. En wat we in de toekomst allemaal willen gaan doen. We gaan een reorganisatie doorvoeren. En vanaf 2022, Ton Wiggers gaat met pensioen. Dan is die 75. Dus dan is het toch wel heel erg verdiend om eens wat rustiger aan te gaan doen. We gaan ook 2 ensembles samenvoegen tot 1 groot ensemble met 22 dansers. Dat levert financiële voordelen op, maar ook artistieke uitdagingen. Omdat we dan nog grootse gemonteerde producties kunnen maken. Bijvoorbeeld de Notenkraker of bijvoorbeeld een Carmen voor families en kinderen ook. Dus we hebben heel veel nieuwe ideeën. Ja, en wat u misschien, ik hoorde net al, vandaag al heeft gehoord. We hopen ook toch stappen te gaan zetten komend jaar met huisvesting. We hebben de afgelopen jaren heel veel energie gestoken in samenwonen met Toneelgroep Oostpol en met Stadstheater. In de Lauwersgracht Alliantie willen we heel graag doen. Dat is veel te duur en dat is gewoon niet te betalen in deze tijd. Dus we kijken wat er nu wel mogelijk is. Onze huisvesting is nu inmiddels wel heel erg op. Als het regent, dan moeten we wel op 3 plekken lekkage dingen oplossen. Dus het is hoog tijd dat we daar wat aan gaan doen. We vinden daar wel een oplossing voor. En we zouden het heel erg fijn vinden om dat samen met Oostpol te doen. Zodat we ook van elkaars artisticiteit meerwaarde kunnen creëren.
Ik denk dat ik hier een pint moet. Ja, oh, dat is. Kijk. Nou, wil je dat zelf vertellen? Vind je dat leuk? Dat is veel leuker dan als ik dat promotie van maak. Dan zeg ik zo meteen nog wat over het boek. Je kunt vriend worden van Introdans. En dat is heel leuk. Dan krijg je een heleboel voorrechten. Kan ik vertellen. Dat is heel erg leuk. Je krijgt speciale uitnodigingen. Dat klopt. En als u daar wat meer over wilt weten. Ik heb iets meegenomen. Ik weet niet waar het inmiddels is gebleven. Ja, een magazine. We hebben om ons jubileum te vieren. Hebben we meerdere uitgaven gemaakt. Dat is dit boek. Als u echt leuk vindt om iets meer over de geschiedenis van het gezelschap te lezen. Dan kunt u dat. Dan moet ik even doorklikken. Ik heb al mijn handen nodig hier. Oh ja, deze foto, die hebben we opnieuw gemaakt. We zijn nu met 65 mensen. Dus die eerste foto die er was, die hebben we opnieuw gemaakt. En dit is het boek. U kunt het bij de Betere Boekenwinkel gewoon hier in Stad of in Oosterbeek kunt u het kopen. Maar je mag het ook op onze website bestellen. Dan gaan alle opbrengsten naar onszelf. Dat is dit boek. En ik heb een magazine meegenomen. Ik zal hem wel even pakken. Iedereen die naar onze voorstellingen gaat dit seizoen, die krijgt dit magazine uitgereikt. En ik heb er ook eentje voor u meegenomen. Dus het gaat niet zo diep als het echte boek, maar het is toch wel heel erg leuk om verhalen te lezen over de programma's die we nu presenteren. En ook een stukje over het verleden zit hier ook in. Superleuk dat ik hier mocht zijn. Dankjewel, Jeannette Eigenraam. Het boek kost €29,95. Jeannette, ik wil je nog even wat vragen. Ja. We zijn trouwens dol op magazines die hier gratis worden uitgedeeld. Dus je kunt ons bijna geen grote plezier doen. Hoe lang werk jij al voor Introdans? Want jij hebt het van begin af aan had je het over wij. Ik dacht, nou, ze werkte nog geen 50 jaar. Ja, het is een beetje. Ik ben begonnen bij Introdans in 1990, dat was mijn eerste baan. En ik heb 13 jaar leiding gegeven aan de communicatieafdeling, marketingafdeling, die heb ik toen opgezet. En toen ben ik andere dingen gaan doen en ik ben echt een heleboel andere werkzaamheden gaan verrichten. En ik ben sinds anderhalf jaar weer terug. Oh, oké. Okay. Maar ook, ik ben weer terug op NES, zo voelt het een beetje. Ja. En ben je zelf ook van dansen? Van ballet? Niet? Nee, en het is ook beter van niet ook. Oh. Nee, dat vraag ik niet verder. Ik had ook nooit gedacht in deze wereld zo terecht te komen. Oké. Okay. Ik vond het een mooi en duidelijk verhaal, maar ik miste wel iets. Wat ook in onze programma-aankondiging stond. De link met Arnhem. Ja, aan het eind, hè, dat het financieel lastig wordt om een nieuw onderkomen geregeld te krijgen. Maar verder van, ik vind Introdans iets heel Arnhems. Zelfs nu ze internationaal zijn. Maar wat is de link tussen, wat heeft Introdans aan Arnhem te danken en omgekeerd? Wat heeft Arnhem aan Introdans te danken? Het is een beetje, ik zie dat een beetje als een boom. Zo, want het is hier heel bewust natuurlijk gevestigd geworden in 1971. Het is Oost-Nederland, het is Arnhem geworden omdat er een dansacademie hier was. En dat zijn de wortels geworden van die boom. En die boom die is heel erg ver gaan uitreiken. En die takken gaan de hele wereld over. Maar die wortels zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Mm-hmm. Stadstheater is ons huistheater. En alle premières brengen we hier uit. Ja. Ja, en dat blijft nog vele jaren zo, neem ik aan. Dat, gezien de ontwikkelingen die er nu zijn, mm-hmm. dan moeten we wel even zoeken. Dus als het stadstheater straks dicht is, mm-hmm. dan gaan wij wel weer even première in Nijmegen doen of in Enschede. Of, dat, maar dat hebben we wel vaker gedaan. Dit is een beetje pijnlijk wel, dit. Ja. Als maar snel weer terugkomt dan. Ja, ja goed. Ja. Nee, die band is natuurlijk heel hecht en hier horen we thuis, hier zijn we thuis. Iedereen woont hier ook, dus alle mensen die vanuit over de hele wereld bij Introdans komen werken, wonen hier ook. En dat is best wel bijzonder, want dat is bij heel veel kunstgezelschappen inderdaad niet meer zo. Maar als je zegt Arnhems gezelschap, dat is ja, maar dat is ook nee, want we zijn een internationaal gezelschap. Ja, oké, maar dat zei ik er ook al bij, hè. Maar dankjewel, Jeannette, voor je verhaal. Graag gedaan.